Dat is grappig. We gaan dus iets anders naar school. Ik heb net post binnengekregen. En het is wel grappig, want het is een boek dat ik altijd al heb willen lezen. Ah, het was zo sneuven, Sarah. Ik heb net zoveel gegeten dat ik gewoon... Mannen maken ook veel troep. Over het algemeen. Behalve... Het is vandaag woensdag, een korte dag dus, en dat is heel fijn, want dan kan ik daarna de rest van de dag lekker spelen. Lekker blij dus, en ik lig nu nog even lekker op de bank, maar gewoon lekker met eigen dekens, kussens, helemaal hetzelfde zoals ik in bed lag, en met een ontbijtje deze keer. Goedemorgen papa. Goedemorgen Sarah. Heb je lekker geslapen? Ja, ja. Ja, ik ook. Goedemorgen deze chaotische woensdagochtend. Echt, alles een beetje rommelig vandaag. Zij hebben jezelf aan het aankleden, maar ook met andere dingen bezig. Mark heeft onze dingen laten staan, die loopt ook een beetje. Verliep net als kip zonder kop in huis. En ik loop ook wel achteraan om het proberen in orde te maken. Ik heb nog een vlog. Oh. En ik hoor de kippen bewegen al. Kinderbueno? Ik heb het niet over kinderbueno gehad. Dat is grappig. We gaan dus iets anders naar school. Sarah probeert dus nu mee met de slee vooruit te krijgen. Maar het is bijna niet te doen, hè? Ja, ik probeer mee te hobben. Doe het eens zelf proberen. Kijk, het is echt grappig. Kijk, Sarah probeert de slee vooruit te krijgen. Het lukte gewoon niet. Hou ruilen dan maar. Ruilen? Ja. Veel beter? Ja. Ja. Ik hou jullie ook klaar, hè? Ja. Hey. Ik film gewoon de lucht en jouw hoofd. Die altijd weggaat en weer komt. Ik ben weer thuis en echt, het is zo koud. Oh, en ondanks dat ik handschoenen aan heb, voel ik echt helemaal handen nu. Dus ik wil even lekker opwarmen. Ik heb ook thee gezet. Ik ga nog even mijn nijntje eten. Ik heb echt net 3 druiven ontbeten. Ze heeft een korte dag op school. Dus ik doe zo wat dingetjes. En dan wil ik eigenlijk vanmiddag gewoon voor ons houden. Alleen heel vaak als ik dat denk, dan wil ze weer ergens of met iemand spelen. En dan gaat het alsnog niet door, maar dat zie ik zo wel. Ik heb net post binnengekregen en het is wel grappig, want het is een boek dat ik altijd al heb willen lezen, maar hier wordt momenteel echt wel heel veel over gesproken, dus toen had ik zoiets van, nou, goede timing om hem te bestellen. Oh, dus ik heb het weer niet goed open. Er was met die gebroken nagels. Dus ik heb dit boek. 1984 van George Orwell. Ja, dit wordt natuurlijk momenteel heel veel aangehaald, dit boek. En ik heb het eigenlijk nog nooit gelezen. En ik heb zoveel klassieke boeken gelezen. Dus deze ga ik na de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, waar ik al een aardige tijd mee bezig ben, ook eens lezen. Ik ben heel benieuwd. Hij is... Ik weet eigenlijk niet wanneer hij geschreven is. Origineel. Hij is natuurlijk daarvoor al geschreven. Oh, in 1950. Dus ja, ik ben echt super benieuwd. Het is alweer tijd om naar school te gaan. Kort dagje natuurlijk. Ik zit alleen te twijfelen. Ga ik de slee meenemen of niet? Want aan de ene kant is het makkelijk, maar aan de andere kant hebben we... Onderweg naar school best wel veel plekken waar je oversteekplaatsen hebt en alles. Daar ligt geen sneeuw meer. Of ijs. En dan moet je de hele tijd dat ding tillen.
Dus ik weet even niet wat handig is. Maar aan de andere kant heb ik Sarah wel heel snel mee naar huis gegleden. Dus ja, ik weet niet wat slim is. Ik heb mijn muts lag trouwens op de verwarming. Trouwens, elke deze muts, omdat die rode jas, die is zo verschrikkelijk warm. Dat is echt mijn warmste jas, dus die wil ik echt alleen maar aan nu. Maar ik heb allemaal kleurtjes die daar niet echt bij staan. Dus ja, nu zit ik een beetje aan deze muts vast. Maar het is zo koud. Maar nog een week. Na een week wordt het weer redelijk boven nul. Dus aftellen, want ik heb het er nu echt mee gehad. De eerste paar dagen vind ik het grappig, maar als het al blubberig en zo gaat worden, ben ik er helemaal klaar mee. We zijn er thuis. Het was echt grappig. Want ik had de slee meegenomen om zelf te zetten. Maar toen gingen ze samen met de vriendinnetjes gingen ze om en om de slee trekken en lopen. Mij en Mila. Ja, jij gaat even je konijntjes doen. Even, ja. Ja, en even die bladen van de bloemkool geven. Dat vinden ze heerlijk nu. Maar even die grote eerst neerleggen, want Sarah rent altijd als eerste. En dan die kleinere, net een stukje verder, dan kan Bodie die kleinere. Bodie is ook een stuk kleiner. Ja. Maar je moet eerst de grotere neerleggen, want Sarah pakt altijd de eerste. Oké? Okay? Ja. Ja, en de waterfles vervangen. Omdraaien. Kijk, deze is wel aardig bevroren, maar we vervangen ze elke keer wel op tijd. Je ziet echt het water langs het ijsblok lopen. En doen we op de verwarming. En dan is het water wat warmer. Ga hem erop zetten. Want dit balletje, dit zit dan elke keer... Oh, hij zit nog los zelfs. We hebben hem echt goed op tijd vervangen. Wij gaan mensen erger niet spelen. Sarah vraagt me echt al weken elke keer om mensen erger niet spelen. En dan zetten we hem zo, want dan kan ik bij paars en jij bij... Oh nee, zo dan. Jij bij paars en ik bij rood. Ja, Nou, wat ga jij doen? Jij bent al binnen gelijk. Je zet ze al op thuis. Je moet toch hier beginnen, hè? Zo, moet je eerst rollen. Doe maar wel naast het bord alsjeblieft. En dan kijken we wie het hoogst. Eén. Ik ga zo. Nee, ik kan ook één. Nee, drie. Mag ik beginnen? Dus nou is het wie het eerste zes rolt. Ah. Ja, jij? Wie zes rolt, begint nu. Allee, ik mocht als eerste. Dit is soms heel snel achter elkaar rollen. Zie je? Dit kan echt soms zo lang duren. Laten we een beetje proberen hier. Vijf. Oeh, bijna. Eén. Ja, ik mag op het bord. En dan moet ik nog een keer rollen. Drie stappen. 1, 2, 3. Nu ben jij. Moet wel zes gaan rollen. 4. Dan kom je ook op het bord. Ah, oh, het was zo sneuven, Sarah. Op een gegeven moment hadden we allebei drie popjes thuisgebracht. En we hadden er allebei één die naar binnen moest. Dus ja, dan is het eigenlijk een kwestie van rollen en geluk hebben. En dus we moesten heel, heel, heel vaak rollen. En toen rolde ik hem, hè, Sarah. Ja, dus ik had uiteindelijk gewonnen. Maar eigenlijk, ja, dat is echt een kwestie van geluk. Maar in het begin ging Sarah best wel slecht, omdat hij niet echt strategisch wist te spelen. En toen ik had dat uitgelegd, ging je wel heel goed, hè? En nu heeft Sarah een lekker salade voor zichzelf gemaakt. We hebben net een klein soepje gegeten. Netflix. Ja, en we gaan... Nee, de Netflix. We gaan een filmpje kijken even, hè? Ja, en we gaan geen trial van Glee kijken. Nee, we gaan geen Glee kijken. Ik ben bij mijn lijn. Weet je wat je kan doen? Ga eens helemaal naar links op het scherm. Even naar links. En dan ga je naar films. Ja, klik je die aan. En dan naar mijn lijst. Dan hebben we alleen de films in mijn lijst staan. In plaats van de series. Nou, dan moet je even voorbij alles wat volwassen films zijn. En kijk, dan kunnen we er zo een uitkiezen. Zou ik in chocolade? Het zou kunnen. Die is vrij lang. Ja, dat kan wel. Nu redden we dat precies. Ja. Of pan. Je wil deze graag. De pan mag ik nog niet kijken, heb je zelf gezegd. Oh, ik dacht dat die wel was, maar dan toch niet. Nou, eet even lekker je saladetje. Kunnen we lekker samen gaan liggen. Oh, kijk hoe lief dit is. Dit kwamen Mila en mij brengen. Dit hebben we gekregen. Sarah en Evan Tasha, want mijn naam is te lang. Oh, ze vond de film zo leuk. Ik heb hem eerder gezien. Maar Sarah niet, maar... Johnny Depp speelt weer rol, natuurlijk ook echt heel erg geweldig leuk. Het is een magische film. Zwemmen in chocolade. Even weer alles open draaien, want er stond best wel fel zonnetje. En dan zie je niet heel veel op de tv.
Dat is het enige nadeel van hoe ik mijn woonkamer toen veranderd heb. Dat het licht op die tv valt. Maar voor de rest vind ik het alleen maar beter. Ik ga even snel wat koken. Ik heb voor mezelf een paar aardappeltjes en groenten. Want mijn moeder had vlees voor mij gemaakt, wat ik zelf eigenlijk bijna nooit maak. En ze had vorige keer voor Sarah een bakje ettensoep gemaakt. En die wilde Sarah heel graag eten. En Marco is er niet. Dus dan had ik zoiets, nou, dan eten we vandaag allebei wat we nog heel graag wilden eten. En dan komt het precies mooi uit, want Marco die eet op zijn werk. En ik heb lekker sucade. Oh, ja, het ziet er zo wat een beetje raar uit, omdat het helemaal nog koud is. En dan Sarah de soep. Dus die ga ik ook even in een pannetje doen, even opwarmen. En ze is nu met Mila aan het buitenspelen, want die stond nog even voor de deur. De vriendinnetje was opgehaald. En dan roep ik er zo naar binnen en dan kunnen we eten. Ik heb net zoveel gegeten dat ik gewoon mijn cupcake toetje niet op kreeg. Sarah de haar wel. Vergeten aan te zetten, daar ben ik echt heel goed in. De vaatwasser staat wel aan, staat nokkie vol. Dus ik heb nog allemaal dingen op het aanrecht liggen. Die als die klaar is en uitgeruimd er ook alweer in kunnen. Want ik kom weer helemaal niet uit met dat ding. Ik ga nu thee zetten. En dan ga ik nu wel echt even editen. Maar Denise zou ook nog langskomen. Dus ik hoop dat ik in ieder geval de vlog die ik gisteren half heb gedaan dan sowieso af heb. En misschien allebei al geëdit heb. Want dan kan ik hem gewoon op de achtergrond even laten renderen. Dat is de bedoeling. Ja, ik wil eerst zien of dat gaat lukken. Ik ga nog even de laatste dingen aan het opruimen. Want toen Sarah de cupcake op had, die had niet zo doorgegeten, kwam we eigenlijk al gelijk naar boven. Dus ik had wel, toen zij het laatste was, al verder opgeruimd en zo. Toen zij klaar was, kwam nog met haar lepel en haar soepkoelen in. Dus nu even alles weer netjes maken. Zo, opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Echt, ik zweer daar echt bij. Alleen lukt het echt bij lange na niet altijd met man en kind. Mannen maken ook veel troep. Over het algemeen. Behalve mijn opa. Maar dat is de enige man die ik ken die echt geen troep maakt. Maar mannen maken ook echt heel veel troep. Ik had het net op tijd af en toen kwam Denise. Oh, je zit in het kittyhoekje. Altijd als ik met Kitty ben, dan zeg ik dat ze is. Zit ik hier en zit ze precies daar. En meestal precies op de telefoon op het moment dat ik film. Echt. Oh. Dus nu ben je met Kitty hoekje. Kitty hoekje met Kitty maniertje. Ja. Hey. Oh, Marco komt ook thuis. Kitty is weer naar huis en ik heb honger. En ik heb heel erg trek in ongezonde zooi. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga een stokbroodje maken. Want we hebben weer zeezoutboter. Ik baalde van de week zo. Toen wilde ik ook stokbrood eten. Alleen, toen kwam de picknick niet. En toen had ik die avond nog geen zeezoutboter. Even kijken of ik daar. Ik haal hem er altijd gelijk uit als ik de oven aan ga zetten. Want anders dan is die nog harder en dan smelt hij niet zo goed. Dan als ik hem er nu uitzet, doet hij dat dus wel. Dus die veel lekkerder. Toen bedacht ik me net dat ik mijn cupcake nog had. En die heb ik ook opgegeten. Dus ik heb echt veel te veel gegeten vanavond. Maar goed. Ik ga opruimen. En op tijd naar bed. Het is 11:45. En ik had meestal net tussendoor opgeruimd. Dus dan ga ik weer om 12 uur naar boven. En daar ben ik best wel trots op. Sommige mensen klaren me voor gek. Omdat ze het nog heel laat vinden. Maar ja, als je weet hoe laat ik altijd uit mezelf naar bed ga, vind ik het echt wel een hele vooruitgang. En ik moet me er ook echt toe dwingen. Want ik heb nu op dit moment niet het gevoel van ook ben moe, laat ik het naar bed gaan. Sterker nog, het tegenovergestelde juist. Maar ik ga het wel doen. Wederom. Dus alleen nog even kusjes, netjes, dekje opvouwen. En ik kan al naar boven. Dus dat ga ik wel even doen. En ondertussen wil ik je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik dan even hieronder op abonneren. Want dan zie ik je morgen alweer. Doei doei!